als vanuit de hulpverlening een situatie tegengekomen wordt. Welke criteria hanteren jullie om geld te geven of te lenen? Dat is een van de aardige dingen. Geen, dat is eigenlijk het antwoord. Er is geen criterium behalve dat het urgent moet zijn. Mensen die bijvoorbeeld acuut een laptop nodig hebben bij de start van iets, van de studie. Je kunt denken van mensen die een probleem hebben omdat ze uit hun huis dreigen te worden gezet. Omdat ze opeens een stuk huur moeten betalen wat niet op een andere manier gefinancierd kan worden. Er zijn mensen met bepaalde schulden waarvan beslag dreigt. En het kan niet op een andere manier geregeld worden dat tot beslag voorkomen wordt. Dat zijn allemaal situaties dat mensen een beroep op ons kunnen doen. Binnen 24 uur kun je dan geld ontvangen. Er is één maar, een professionele hulporganisatie moet de aanvraag indienen. En daar ontstond gisteren onrust over in de zaal. Want waarom mag iemand zelf of een vrijwillige organisatie niet om hulp vragen? Maar moet een professional dat doen? Zodat vrijwilligers niet onnodig onder druk gezet worden van cliënten van je moet me helpen met geld, want ik zit in nood. Nou, dat wil je voorkomen. Je wilt wel dat het echt vooruitgang geboekt kan worden. Nou, dat is de reden waarom we vinden dat hulpverleners de mogelijkheid moeten hebben om noodhulp te verlenen. Met op de achtergrond dat zij het ook moeten vragen, want anders krijg je ook eisende cliënten. Vanaf wanneer kunnen de mensen in Twente bij jullie aan gaan kloppen?